Goedemiddag, lieve mensen. Hier ben ik weer. Het is een mooie, redelijk zonnige donderdagmiddag. Mijn schat is naar de yoga en ik heb het rijk alleen voor anderhalf uur. Gisteren was hij heel de dag alleen, want toen heb ik twee workshops gegeven. Zelfportret schilderen. En daar wil ik wel iets over vertellen tegen jullie. Er zijn natuurlijk heel veel heel serieuze onderwerpen en daar zal ik ook wel iets over vertellen. Maar zo af en toe is het ook gewoon leuk om gewoon verhalen te vertellen en inzichten te delen. Want eigenlijk was deze... het is een midweek en de mensen doen familieopstellingen. En de opstelster is Ilse en zij is een leerlinge van Els van Stijn. En wat ik begreep, ik heb gisteren dan de hele dag in het gezelschap vertoefd, dat... het heel bijzonder was, heel intens, heel heftig. En dat er in oktober een tweede week komt. Nou, mijn opdracht was om... gisteren was een activiteit, daar hadden de mensen om beurt, dus in twee groepen coaching. En de groep die geen coaching had, die was aan het schilderen. Dus ik had allemaal schilderspullen, doekjes, kwasten, alles... En ik heb een heel uitleg gegeven over de betekenis van het zelfportret in de geschiedenis van de kunst. Maar dat het in dit geval natuurlijk een heel ander soort zelfportret zou zijn, omdat ze alleen maar bezig zijn nu met hun plaats in hun familie. Hun plaats in de fontein. Wie ben jij in het licht van je familie? Wat heb je allemaal bij je van je grootouders, van je ouders? En zijn dat allemaal stukken die je omarmt of juist niet? En eigenlijk al... besefte ik dat als je, zoals jullie misschien wel weten, in de Fontein, het boek van Els van Stijn, waar nu een tweede deel van is, de Fontein maakt wijze keuzes, is het ontzettend belangrijk om je ouders op hun plaats te zetten. En daarmee zelf op jouw plaats te gaan staan in de Fontein. Dus jouw ouders staan altijd boven jou. En op het moment dat dat niet zo is en jij staat boven hen, dan gaat dat dus niet goed. Dan gaat het niet goed met jou en dan gaat het niet goed met je ouders, maar dan gaat het ook niet goed met de rest van je familie. Enfin, ik had wat boeken over zelfportretten en wat mensen allemaal portretteren. Onder andere Frida Kahlo, een heel mooi boek over haar overzichtstentoonstelling in Berlijn een paar jaar geleden. Die in Nederland ben ik niet geweest, maar het is natuurlijk hetzelfde. En ook over allerlei andere mensen die zelfportretten schilderden en dat in de oudheid... vooral mannen waren en dat het eigenlijk heel weinig vrouwen waren. Die vrouwen mochten vaak niet eens kunstenaars zijn of worden. En hoe ze zich portretteerden, dat ze dat konden doen op een manier van... dat ze wilden laten zien wie ze zijn of wie ze waren of hoe belangrijk ze waren. Hoeveel sieraden ze hadden, wat voor mooie kleren ze hadden, hoeveel kinderen ze hadden. Wat voor werk ze deden, fijn. Eigenlijk allemaal heel erg leuk, want het gaat allemaal over identiteit. Wie ben je nou eigenlijk? En daar ging natuurlijk gisteren het schilderen ook over. Maar daar gaat natuurlijk heel die week gaat daar ook over. Wie ben je nou werkelijk? En sta je wel op je plek? En doe je werkelijk wel waar je hiervoor bent? Ben je wel degene die je zou moeten zijn? Nou, dat is natuurlijk ontzettend boeiend. En wat ik al wil zeggen van... Als je dus je ouders goed hebt op hun plaats staan en kunt eren voor wie ze waren, ook al waren ze niet volmaakt. Volmaakte ouders bestaan echt alleen in sprookjes. We zijn geen ideale ouders en we hebben ze niet gehad en onze ouders hebben ze niet gehad en ga zo maar door. Iedereen is dingen tegengekomen die moeilijk waren en lastig en iedereen heeft fouten gemaakt. Ook heel belangrijk. Dus op het moment dat we onze ouders kunnen aanvaarden met alles erop en eraan, het hele concept, dan gebeurt er ook iets anders met je. Ik weet niet of u dat allemaal herkent, maar daar hadden we het gisteren natuurlijk ook over, want we zaten in een kring en de mensen kregen allemaal een handspiegel. Zo, met zo'n handvat. Zo'n spiegeltje aan de wand spiegel, maar dan voor in de hand spiegel. En ze moesten dus kijken met een zo neutraal mogelijke blik, van wat zie je aan dat gezicht, hoe is de vorm, wat is de afstand tussen de ogen... Wat bevalt je aan dat gezicht? Wat vind je er mooi aan en wat vind je niet mooi? En dan kijk je van, zijn er ook dingen waarin dat gezicht lijkt op een familielid? Lijkt je op je vader of op je moeder? En wat vind je daarvan? Ben je daar blij mee?
En toen al pratend besefte ik dat je er alleen maar blij mee bent als je op een van je ouders lijkt, als je die ouders echt op hun plek hebt gezet. Op het moment dat je je moeder niet kunt eren voor wie ze is en je lijkt op haar, dan wil je dat niet. Als iemand dan zegt, je lijkt op je moeder, dan zeg je, ja, nee, je hebt het mis, ik lijk op mijn tante of ik lijk op die of op die. En eigenlijk is het is een teken. Als je wel je ouders op hun plek hebt, dan accepteer je ook alle fysieke kenmerken die je van hen hebt gekregen. Ook al zijn ze misschien niet zo mooi als je zou willen. Dat is wel mooi, want daarna ging iedereen, toen we zo'n beetje gepraat hadden en gekeken, ging iedereen aan het schilderen. Met plakkaatverf, of hoe heet dat? Gouache. Op doek en met penselen. En van de hele groep was er één dame en die is kunstenares. Dus die vond het wel leuk. En de meeste en er was één kind bij, want er was een koppel en die hadden kinderen bij zich. Die vond het ook leuk. En van de meeste anderen, die had het in het begin zoiets van, nou ja, moet dit nou? We komen hier eigenlijk wel voor familieopstellingen. Wat is dit nou? En dat zie je natuurlijk, mensen gaan dan zitten. En wat ik zei dus een belangrijke zin. Ik zei, eigenlijk gaat het niet om het resultaat. Het gaat niet om of het mooi is of wat het lijkt. Het gaat eigenlijk om wat er gebeurt tussen jou en het doek. Tussen jou, kijkend in de spiegel, en het doek. Wat gebeurt daar op het doek, terwijl jij naar jezelf kijkt? En dat was echt heel grappig. Dat is heel bijzonder. Bij een aantal mensen, bij de meeste van die groep, gebeurde er iets heel moois. Die gingen dus met een behoorlijke tegenzin aan de slag, of met een beetje tegenzin. En gaandeweg kregen ze er plezier in. Terwijl de meeste hadden nooit geschilderd, hè? Een muur of een deur, maar dat was het dan ook. En ze kregen plezier in het schilderen, ook al werd het helemaal niet een prachtig portret of zo, maar ze kregen er plezier in. Ze gingen ook dingen zien. Er was één vrouw en die maakte een heel mooi schilderij. Die had namelijk eerst achtergrond in hele mooie blauw-paars tinten gemaakt. En daarna ging ze daaroverheen dat gelaat tekenen. En ze zei, nu heb ik het heel fout gedaan, want ik had eigenlijk natuurlijk het gelaat open moeten laten voor de huidkleur. En toen zei ik, weet je dat zeker? Wat maakt dat je denkt dat het huidkleur moet zijn? Hoe zou het zijn als je het gewoon zo zou laten? En toen ging ze met dat idee spelen. Ik zei, je kunt nog altijd invullen. Je kunt proberen. Kijk wat er gebeurt. En kijk hoe het voelt voor jou. Om het eens even niet op de geëikte manier te doen. Nou, ze heeft dus, ze is gewoon het hele gezicht gaan schilderen. Ogen, haren, alles. Zonder die huidkleur te maken. En het werd een heel bijzonder schilderij. En ze kreeg er echt plezier in. Ze zei eigenlijk, is dat ook wat ik wil zijn? Ik wil transparant zijn. Dan denk ik, hoe mooi is dat? Dat dat ontstaat uit iets wat je eigenlijk niet bewust kiest, maar wat onbewust gebeurt. En dat je, terwijl je dan zo bezig bent, zegt van, dat is eigenlijk helemaal goed. Zo wil ik eigenlijk zijn. En dat gebeurde met verschillende mensen. Er was ook een man en die was ook nog nooit geschilderd. En die schilderde. En het mooie was dat zijn thema was enigszins om zich steviger in de wereld te zetten. Nou, hoe die dat op dat doek zette, dat was fantastisch. Dat was werkelijk een zo krachtig personage, een krachtig man. En het leek nog ook. En ook hij, dat was ook heel leuk, hij kreeg steeds meer plezier in het schilderen. Want hij begon ook zo van, nou, moet ik hier nou? En gaandeweg, en het plezier wat hij kreeg, werd zichtbaar op het doek. Want dat hoofd wat hij schilderde, zijn eigen hoofd, kreeg dus ook pretoogjes. Het was echt heel bijzonder. Maar wat ook wel heel mooi was, is dat er, ik denk in totaal 2 mensen waren van de 10, die eigenlijk bleven hangen in hun weerstand. Kan niet schilderen, ik vind het ook niet leuk, en dat bleef dus zo. En dat zag je dus ook in dat schilderij. Daardoor werd er de dingen niet helemaal afgemaakt, een beetje onverschillig, dat is wat het leek. En toen dacht ik, het is eigenlijk ongelooflijk, maar hoe de kans is om in zo'n onnozele oefening, hè, zo kun je het wel noemen, dat je daar dingen van jezelf ontdekt als je je weerstand opgeeft. Maar ja, dat is natuurlijk altijd zo. Dat je op momenten, en dat gebeurde eigenlijk bij al die anderen, dat is echt heel leuk. Die lieten hun weerstand los en er gebeurde iets met ze.
En vanmorgen had ik het met mijn lief over. We waren in bed aan het napraten over die dingen. En ik zei, eigenlijk zou je een week lang, zou iedereen gewoon een half uur meer tijden, elke dag een doekje moeten schilderen met een van zijn aspecten. Zo, al die aspecten heb ik daar in één schilderij verwerkt. Maar een stukje van jezelf, maar je hebt, dat zijn er zes, maar je hebt er misschien wel veel meer. Maar er zijn dus een aantal deelaspecten van jouw persoonlijkheid die af en toe hun aandacht opeisen. En die kunstenares, dat was ook heel bijzonder. Die maakte dus een, die kon dus heel goed schilderen. En die maakte een heel vaag portret van zichzelf. Zonder, de ogen waren nauwelijks zichtbaar, de mond nauwelijks zichtbaar. Het was heel een soort egaal grijs-groen. Heel vaag. Een soort mistig gezicht. Maar ook heel bijzonder. Dus terwijl ze ermee bezig was, vroeg ik natuurlijk, wat maakt dat je je ogen niet wat sterker aan wil zitten, of de mond, of de neus? Wat gebeurt er dat je het zo doet? In mijn bedoeling is niet dat mensen hun plan gaan veranderen, maar wel dat ze duidelijkheid krijgen over wat ze aan het doen zijn. En toen zei ze, ja, dat is eigenlijk wel bijzonder. Ik was altijd een verlegen meisje vroeger en dat stuk heb ik wel overwonnen, maar het zit er nog. En eigenlijk ziet hij er zo uit. Die is heel vaag. Die is verlegen, die wil niet op de voorgrond treden. Die heeft geen uitgesproken blik of uitgesproken mond of wat dan ook. Die is heel... En ze zei, dus is ook een deel van mij. En toen dacht ik, wat is dat toch prachtig. Als we eigenlijk in zo'n week, als het een week duurt, iedere dag een schilderijtje maken over een stuk van jezelf. Een stuk wat je misschien bent tegengekomen die dag. Nou, het was in ieder geval ongelooflijk leuk om te doen en om die mensen te zien. En voor mij was het ook een soort test. Ik wilde eigenlijk een beetje checken of ik het leuk genoeg vind om zelf een hele week te begeleiden. Een inspiratieweek, zo zou ik het noemen. En gisteren kreeg ik echt wel inspiratie om een inspiratieweek te gaan doen. Dus ik ga daar eerst volgende keer... Dat we bij de mensen zijn waar dit was, dat is in Montflanquin, over praten. En ik ga het ook waarschijnlijk inplannen bij mijn dochter, die in de Tarn woont. Die hebben een prachtig huis wat ze verhuren als chambre d'hôte. En waar je dus met een groep kunt zijn, waar allerlei faciliteiten zijn. Zoals een professionele keuken, zoals een filmzaal of een mooie tuin. En ik wil twee dingen doen. Ik wil een schrijfweek organiseren. Dus dat mensen komen en dat we elke dag schrijven, maar dat we ook uitstapjes doen. En als we dat daar zouden doen, zouden we een uitstap doen naar Rennes-le-Château en Montségur. En misschien Carcassonne, plekken waar wat boeiende dingen zijn. Zodat ze ook daar zou ik dan schrijfoefeningen aan verbinden. En dan natuurlijk mijn schrijfcursussen, die ik 10 jaar heb gegeven hier in Frankrijk, zijn altijd... compleet cursussen. Dus het is wel schrijven, maar het gaat ook over je lichaamstaal. Hoe het ging in onze schrijfgroep was altijd... mensen krijgen een opdracht. Ik behandelde per schrijfdag een filosoof. Dat kon een Griekse filosoof zijn, of een uit de oudheid, of een moderne filosoof. Dat maakt allemaal niet uit. En aan de hand van... ik gaf er uitleg over die filosoof op een manier dat het voor iedereen toegankelijk was. Iedereen kon dat begrijpen. Kijk, je kan het zo moeilijk maken als je wil. En zo ontoegankelijk ook als je wil. En mijn taak in dit leven is om dingen toegankelijk te maken. Dat is één van mijn taken. En ik vind het ook heel leuk. Ik ben dol op die filosofen en er is zoveel moois over ze vertellen. Er is ook iemand die vroeg, kun je wat meer vertellen over de Griekse mythologie? Dat ga ik zeker doen. Ik ga regelmatig... een stuk uit de Griekse mythologie, zoals ik vorige keer heb verteld over het Symposion van Plato. Dat was maar één verhaal wat ik heb verteld en er zijn er nog een aantal, dus die zal ik ook een keer vertellen, want het is gewoon ontzettend leuk. Ik bedoel, of het nou mythes zijn of er kernen van waarheid in zitten, in feite zijn het, zoals Martha Nussbaum zei, zijn het verhalen die ons allemaal aanzetten tot nadenken. Dat is een andere taak van mij. En waardoor we gaan denken over ons eigen leven. Als je zo'n verhaal over die bolletjesmensen vertelt, dan gaat iedereen denken, goh, zou ik ook zo'n andere helft hebben gehad? En is dat degene die ik dan ergens ooit een keer zal vinden?
En hoe zit dat dan? En kom je die in ieder leven tegen? Of moet je op een bepaalde manier klaar zijn om die persoon te ontmoeten? Allemaal dat soort dingen. Zou het dan toch waar zijn? Of is het eigenlijk een fabeltje? Hè? Dus dat soort dingen allemaal. Goed. Dus dan, wat ik dus dan deed, dan zo'n filosoof. En dan kwamen er allemaal oefeningen. En dan, die oefeningen duurden meestal 10 minuten. En dat klinkt verschrikkelijk. Dat heb ik geleerd van andere goede lesgevers. Je denkt dat je een uur nodig hebt om een verhaaltje te schrijven, terwijl je in 10 minuten fantastische stukken kunt schrijven. En natuurlijk, als iemand een volledig verhaal mag schrijven, gaat dat in stukjes van 10 minuten. Dus je bouwt eraan verder. Maar wat er ook gebeurde, na die 10 minuten leest iedereen voor wat hij heeft geschreven. En je krijgt dan reacties van de anderen, feedback. En daar heb ik strenge regels voor. Je mag nooit kritiek, alleen maar opbouwende. Dus je mag alleen maar aan iemand teruggeven wat je goed vindt. En pas heel veel later in de cursus mag je ook zeggen van, nou, dat zou ik nou liever andersom doen. Maar eigenlijk als je steeds tegen de mensen vertelt wat ze goed doen, dan gaat dat groeien. Want in zulke dingen klopt dat wel. Hè? Wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je gaat zeggen, dat vind ik geen goed stuk en dat is niet goed en dat moet anders, dat is demotiverend. Maar als je zegt, goh, dat begin, zo, wauw. Dus in het begin leert iedereen feedback geven, dat is ook een kunst. En daarna wordt dat steeds gedaan. Dus iedereen reageert op jouw verhaal. En de reacties zijn natuurlijk heel leuk, want iedereen heeft een eigen, unieke manier van ernaar kijken. Dus je krijgt van al die anderen krijg je iets terug, wat vaak heel inspirerend is. En dan ga je in de volgende oefening ga je dat allemaal gebruiken. Nou, dat heeft geleid tot zulke prachtige, hilarische verhalen, maar ook ontwikkelingen. Mensen zijn, zonder dat we dat zo bedoelden, het was niet therapeutisch bedoeld, maar het werkte heel therapeutisch om over dingen, situaties te schrijven. En het hoeft helemaal niet te gaan over de mensen in jouw familie of zo, maar gewoon in een verhaal verwerk je datgene wat je op een bepaalde manier kwijt moet. En nou ja, heel veel mensen hebben dus ongelooflijke dingen opgelost in het schrijven. Nou, zo'n soort week zou ik dan willen doen met inspiratie van buitenaf, door dingen te bezoeken, door naar dingen toe te gaan. En het doel van zo'n schrijfweek zou eigenlijk zijn dat je dichter bij je ware zelf komt. Ik denk, nou, ik ben op dit moment, dat is ook wel leuk, omdat ter illustratie, ik ben mijn introductie aan het schrijven voor mijn website. Ik heb daar geloof ik al iets over gezegd. En dat moet tegelijkertijd, moet het ook een introductie worden voor een boek waar ik aan meewerk. Waar ik voor gevraagd ben aan mee te werken over hoe je wakker bent geworden en zo. Nou, en weet je wat, als mensen zichzelf introduceren of presenteren, gaan ze meestal vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Ik heb dat gedaan, ik ben dat geweest en zus en zo. En ik dacht, ja, dat ga ik dus niet doen, hè, wat ik allemaal heb gedaan. Dat is natuurlijk boeiend, maar is dat nou waar het echt om gaat? Ben ik degene die dat allemaal heeft gedaan? Of ben ik juist degene die door dat allemaal te doen allerlei dingen heeft blootgelegd van zichzelf en laagjes eraf gepeld? Enfin, het is een heel boeiend proces, want ik ben aan het schrijven. Dus ik heb intussen, even kijken, want de tekst staat hier. Ik heb intussen 1830 woorden geschreven, dus dat is best een aardige tekst. Maar ik heb, in het begin dacht ik, oh ja, ik heb zo'n hele schilderijenserie gemaakt die eigenlijk allemaal gaan over je identiteit. Ben ik mijn lichaam? Daar heb ik een schilderij van. Ik zal die schilderijen stelselmatig allemaal een keer tonen. Het is natuurlijk voor heel veel mensen is het lichaam ontzettend belangrijk. Ze doen er alles aan om jong te blijven. Hè? En we kennen zelfs wel verhalen van mensen die hele, zelfs hele, een beetje enge dingen doen om jong te blijven. We hebben make-up en zo. Ik gebruik dat overigens ook, hoor. En ik doe ook iets aan mijn haar. Maar het is denk ik als met alles. Als het in balans is, is het oké. Maar als het uit balans is, als je te veel doet, is niet goed. En als je helemaal niks doet, ook niet. Dus het is altijd het juiste midden vinden tussen twee uitersten. Ook in deze. Maar goed, is je lichaam dus. En wat gebeurt er dan met jou? Met de jou die je bent als je lichaam aftakelt en je wordt
oud en rimpelig en je haar wordt grijs en al die dingen. Ben je dan nog steeds diezelfde persoon? En zo heb ik er ook eentje van, ben ik mijn kleding? Want kleding is zeker in de jongere cultuur, maar ook nog in heel veel, op heel veel andere plaatsen, ongelooflijk belangrijk. Je communiceert met je kleding waar je bij wil horen. Als je een gothic wil zijn, dan doe je allemaal zwarte dingen in een zwarte. En als je een sportieve persoon wil zijn, dan trek je sneakers aan en sportieve kleding. En je geeft, zonder dat je verder iets doet, meteen een boodschap af. Dus is die kleding nou, ben ik mijn kleding? Er is een uitdrukking, kleren maken de man. En is dat zo? En dan heb ik een andere, want dat is kleding, die kun je aan en uitdoen. Maar een andere is van, ben ik mijn gedachten? Stel dat ik niet meer kan denken, dat al mijn gedachten weg zijn, ben ik dan nog steeds wie ik ben? Stel, ik krijg Alzheimer. En ik was vroeger iemand met een rijke gedachtenwereld. Ik ken van die mensen, de schrijfster Iris, die boeken staan beneden, heeft prachtige boeken geschreven. En ze is uiteindelijk op het laatst van haar leven, heeft ze Alzheimer gekregen. En was ze dus, moest ze door haar man verpleegd worden, kon ze niet meer schrijven. Erics Murdoch, een filosofische schrijfster, een hele intelligente, erudite vrouw. En dat al haar gedachten en ideeën en alles, dat verdween. En is zij dan weg? Is haar ik, haar persoonlijkheid dan weg? Want ik vraag dit allemaal aan jullie om over na te denken. Van wie ben je nou echt? Is alles wat kan verdwijnen, ben je dat of juist niet? En dat schilderij gaat er natuurlijk ook over. Ben ik mijn ego? Of moet ik dat ego juist kwijtraken om eindelijk erachter te komen wie ik wel ben? Ego is allemaal buitenkant, is allemaal, hè, dat kan van alles zijn. Dat kan je aan je huis doen, belangrijk vinden hoe je huis eruit ziet en je oprijlaantje en je grasperk en noem het allemaal maar op. En jezelf, je uiterlijk, maar ook wie je allemaal kent, hè, wat je kent, wat je allemaal hebt geleerd, welke boeken je hebt gelezen, welke belangrijke mensen je allemaal hebt ontmoet. Zo kun je dus een hele identiteit opbouwen en allemaal buitenkant dingen. En ben je dat dan? Als je dan oud wordt en dat valt allemaal weg, wat blijft er dan nog over? Is dat dan wat je bent? En zo heb ik ook dat ene schilderij erbij gezet. Of ben ik nog steeds dat kind wat ik vroeger was? Of ben ik nu die vrouw die ik lijk te zijn? Of misschien dat stuk van mij wat ik niet laat zien, wat in mijn schaduw is. Op dat ene schilderij wat altijd hier hing. En ik heb ook nog pentekeningen. Ik ga er eentje laten zien. Ik heb heel veel pentekeningen. Dit is eentje. En die hoort bij de serie Lichaamstaal. Ja, het spiegelt een beetje natuurlijk. En de lichaamstaal is ook een soort communicatie. En dit is de taal van de pijn. Je kunt met je lichaam ook communiceren. En deze taal van de pijn is niet wat je ziet als iemand ontmoet. Maar wat er wel is, mensen die heel veel hebben meegemaakt, die daarin kun je aan hun gelaat zien dat ze soms zware periodes hebben gehad. Dat zie je aan de rimpeltjes, dat zie je aan de groeven, dat zie je aan. En sommige van die rimpels zijn heel fijn en mooi en sommige niet. En als mensen geleden hebben, soms zie je het niet, maar er zit onder die laag zit een soort krakelee. Hè? Er zijn allemaal barstjes ingekomen, niet in dat lichaam per se, maar in die persoon gekwetst door situaties, door andere mensen. Dus ben ik mijn pijn? Sommige mensen zijn dat. Er zijn mensen die zijn gewoon beroepsslachtoffer. En die koesteren hun pijn. En iemand vroeg ook een keer, wat is ziektewinst eigenlijk? Nou, dat is een aardige, dat is een uitdrukking uit de psychiatrie. Ik moet nog iets over de psychiatrie zeggen trouwens. maar in de psychiatrie wordt er gezegd dat ziektewinst is datgene wat het oplevert aan positieve dingen voor de persoon om ziek te zijn. Wij denken altijd dat het alleen negatieve dingen oplevert, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Stel, je bent iemand en je bent niet zo erg geslaagd in het leven. Je hebt geen leuke baan gehad, je hebt geen leuke vrouw gevonden, je hebt geen kinderen gekregen en je bent er een groot deel van je leven alleen gebleven. En je hebt een heel saai
baantje gehad. En dan word je ziek. Je wordt overspannen. En plotseling krijg je van al je familieleden aandacht wat je daarvoor nooit kreeg. Plotseling komen mensen bij je op bezoek, collega's van je werk. Je bent in het ziekenhuis. Laten we er even van uitgaan dat het een fysieke aandoening is. Plotseling ben je iemand met die iets heeft, namelijk een ziekte of een aandoening. Een gebroken been of een iets ergers. En het feit dat het ziek zijn iets geeft wat iemand daarvoor nooit kreeg, kan reden genoeg zijn om nooit beter te willen worden. En dat noemen we de ziektewinst. En ik weet van mijn lief, die zijn vrouw heeft verloren aan kanker, dat je zou bijna kunnen zeggen, de medische industrie werkt daar eigenlijk aan mee. Klinkt nu heel negatief, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die inderdaad helemaal geen aandacht krijgen, die altijd alleen zijn, zeker oudere mensen. Die geen partner hebben, die alleen op een appartementje zitten en dan worden ze ziek. Dan krijgen ze bijvoorbeeld kanker. Dat was de ervaring die hij had met zijn echtgenote. En wat gebeurt er dan in het ziekenhuis terwijl de mensen chemo krijgen? Is er van alles om ze te vertroetelen. Ze worden gemasseerd, hun handen worden verzorgd, ze krijgen nagellakjes, ze krijgen lekkere drankjes, ze krijgen een huidverzorging, een voet- en beenmassage. Allemaal dingen die ze nooit kregen voor ze ziek waren. Ik zeg niet dat het verkeerd is dat ze dit krijgen, maar ik probeer alleen maar even te laten zien. Het is natuurlijk fantastisch dat de mensen dat krijgen, want ze hebben het al zo zwaar. Maar dat je daarmee creëert dat iemand zich happier voelt met die ziekte, omdat daar zoveel positieve dingen aan vastzitten, dan zonder die ziekte. He, dat die, dat zal iemand natuurlijk nooit zeggen, maar mijn lief, zijn ervaring was, heeft natuurlijk 3 jaar lang met zijn vrouw naar dit soort ziekenhuizen en afdelingen moeten trekken en daar gewoon gezeten en gekeken wat er gebeurde en waargenomen. En gezien van, ja, maar die mensen krijgen hier zoveel aandacht en positieve dingen, dat ze eigenlijk bijna blij zijn dat ze ziek zijn, dat ze dit hebben, want anders hadden ze dat allemaal nooit gekregen. En dat is eigenlijk het, nou ja, dan heb je natuurlijk de volgende vraag van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen dit niet nodig hebben. He, dat wat zo fijn is, dat op een andere manier beschikbaar is voor iedereen. En dat ze daar niet ziek voor hoeven te worden, want het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar goed, dus dat is een aspect van ziektewinst. Ziektewinst is datgene wat mensen eigenlijk niet meer kwijt willen, waardoor ze dus hun ziekte liever houden. En een ziekte kan ook een probleem zijn. Het hoeft niet een ziekte te zijn. Mensen hebben een probleem, bijvoorbeeld met een partner of met een kind of met een werksituatie. En dat geeft ze buiten die situatie om zoveel aandacht, zoveel mogelijkheden, bijvoorbeeld om te kunnen klagen en gehoord te worden, dat ze dat probleem niet willen oplossen. En u zult zeggen, dat kan niet, iedereen wil een probleem oplossen, niemand wil dat toch houden. Helaas is dat niet waar, hè? Dat is niet waar. Ik heb veel cursussen gegeven en ik heb wel eens met een zaal van meer dan 100 mensen 30 vragen behandeld om een probleem op te lossen. Ik las gewoon die vragen voor, vraag na vraag, en iedereen moest voor zichzelf antwoorden. En dan komen er op een gegeven moment komen de vragen waar je kunt zeggen, waarom heb je jezelf geen 10 gegeven? Eerst, dan wordt dan gezegd, hoeveel kans bestaat er dat je je probleem werkelijk gaat aanpakken? Dat je het echt gaat oplossen? Geef jezelf een cijfer tussen 0 en 10. En dan is de volgende vraag, waarom heb je jezelf geen 10 gegeven? En dan kijken mensen heel betrapt, want heel veel mensen geven zichzelf geen 10. Sommigen geven zichzelf een 4. Nou, dan weet je zeker dat ze het niet gaan doen. En dan moeten ze uiteindelijk omschrijven wat het allemaal oplevert om dat probleem te houden. En dan komen er allerlei dingen naar voren. En dan aan het eind zeggen sommige mensen, nee, ik ga het niet oplossen. Ik ga het houden. Het levert me meer goede dingen op om het te houden dan om het op te lossen. Dus op dat moment hebben ze besef van de ziektewinst en gaan ze het, oké, dan gaan ze niet langer ziek zijn in de zin van een probleem hebben. Nee, ze gaan dat houden, want het levert te veel op. En dat is heel vaak het geval. Veel vaker dan wij denken. Ik vind het ook humor hoor, als mensen ziektewinst. Dat is ook humor. Enfin, het is, we zijn helemaal uitgeweid. We waren eigenlijk bezig over mensen die hun zelfportret aan het schilderen waren. En
dat in de confrontatie met het schilderen, dat we dat eigenlijk in zo'n week elke dag zouden moeten doen. Elke dag een half uur. Het hoeft namelijk niet heel mooi te zijn. Maar elke dag datgene van jezelf wat nu geschilderd wil worden. Want we hebben natuurlijk al die persoonlijkheden. Ik heb een lieve zorgzame in mij. Ik heb een veelweter in mij. Ik heb een hele aandachtige in mij. Ik heb een stille in mij. Ik heb een observerende in mij. Ik heb een genieter in mij. Ik heb een humoristische iemand in mij. En al die aspecten zou je allemaal steeds een ander schilderijtje. En daar zou je dan een hele mooie eigen boom van kunnen maken. En dan kun je ook meteen zien van wie je al die aspecten hebt. Van je vader, je moeder, je opa, die tante. Dus dat zou heel leuk zijn. Maar goed, ik stel me zo voor dat ik een week ga organiseren met dat schrijven. Waarin een aantal filosofen aan bod komen. En waarin iedereen schrijft en waarin we in de feedback naar elkaar echt dingen geven. Ook dat inderdaad dat thema ziektewinst is ook naar voren gekomen in die schrijfcursussen. En dat is heel leuk, dat gebeurt dan in een verhaal. Maar mensen schrijven natuurlijk indirect ook altijd over zichzelf. Dus dat is, als je de mensen in het verhaal het probleem laat oplossen, dan gaat ze het ook bij zichzelf oplossen. Dat is heel grappig. Ik weet niet of ik dat wel eens heb verteld, maar er was een in die schrijfgroep, we stopten altijd, we hadden altijd de laatste schrijfdag vlak voor de zomer. Dus juni, dan was de laatste schrijfdag en dan kwamen we bij elkaar en dan had ik een keer, ik dacht, nu gaan we leuke verhalen over de zomer schrijven. Dus ik had aan alle mensen gevraagd, in de zomer is het, omdat er dan heel veel gasten komen, mensen komen natuurlijk op vakantie hier naartoe, naar Frankrijk, naar hun familie en zo. Sommige mensen hebben sheets of een chambre d'hôte of noem maar op. Dus dan in de zomer ligt dat stil. Dan is er ook heel veel te doen. En de opdracht was dus van schrijf een leuk zomerverhaal. Dat was het begin. En toen kwamen er dus allemaal horrorverhalen van iedereen. Ik was heel verbaasd. En wat waren dat nou voor verhalen? Nou, dat waren natuurlijk allemaal mensen die hier wonen en die allemaal familie hebben in Nederland en in België. En soms nog op andere plekken. En die familie komt allemaal hier op vakantie. Bij hun broer of zus of oom of tante of ouders. En de verhalen waren eigenlijk allemaal dat al die mensen denken dus dat je, als je hier woont, dat je altijd vakantie hebt. Dat je niks te doen hebt. Dat je het heel normaal vindt dat mensen gewoon 3 weken op jou, bij jou komen logeren, vakantie vieren. En die gaan liggen dan aan jouw zwembad of in je tuin. Of vind het heel normaal dat je 3 keer per dag een maaltijd voor ze neerzet. Maar fijn, zulke verhalen waren het. En ik weet, ik ken heel veel mensen die dit meemaken elk jaar. En die niet de moed hebben om een keer te zeggen, nou luister, dit gaan wij dus niet meer doen. Ik ben geen vakantieadres. Ik ben geen hotel. Ik heb geen hotel. En als jullie hier komen logeren, dan maken we een gezamenlijke pot. En dan gaan we dat de kosten delen. Want ja, het is ook heus niet zo dat al die mensen die hier wonen rijk zijn of zo. Helemaal niet. Een heleboel moeten gewoon werken. Maar fijn, dus al dit soort verhalen. En er was een heel mooi koppel bij. En waren 2 Indonesische mensen. En die hadden ook allebei zulke verhalen. En die zijn natuurlijk zo, die mensen zijn van nature zo dienstbaar. Zo lief, zo zachtaardig, zo altijd behulpzaam. En die hadden dus echt een beetje een soort, het was vreselijk verhaal, gewoon. Dus ik zei, nou stel je voor, schrijf dat verhaal nou nog een keer. Dat was de opdracht voor iedereen. En ga nou in het verhaal zo schrijven hoe je het echt zou willen. Hoe jij zou willen dat het zou gaan. En iedereen durfde dat, behalve die Indonesische mensen. Nee, dat kan ik echt niet doen. Nee, ik kan echt niet schrijven. Maar ik zei, je hoeft er niks mee te doen, het is maar op papier. Het zijn maar woorden op papier. Je hoeft het niet te doen, je hoeft het aan niemand te laten lezen. Nou, na heel lang aarzelen gingen ze dat ook doen. En daarna werd het natuurlijk voorgelezen. En het was heel erg leuk. Iedereen was heel creatief om het op te lossen. Indonesische mensen hadden dus echt besloten dat ze de volgende keer dat hun gasten zouden komen. Dat ze het zouden zeggen, kom, we gaan vanaf nu gaan we de dingen samen doen. Wij zorgen voor het ontbijt, jullie zorgen voor de lunch. Een aantal mensen gaan zorgen voor de slaapkamers enzovoorts. Hè? Dus dat het verdeeld is. Want tot die tijd kwamen die mensen gewoon, deden niks. Die waren gewoon op vakantie. En die mensen waar het om ging, waren oudere mensen.
die dat moesten doen, zeg maar. Dus ze schreven het allemaal op, maar we gaan het niet doen, hè, zei ze. We gaan het niet doen. Nee, ik zei, het is helemaal aan jullie, hè. Maar het is wel leuk dat je toch hebt kunnen durven fantaseren hoe het ook zou kunnen gaan. Oké, nou, iedereen naar huis. We hadden nog allemaal leuke andere schrijfdagen. Schrijfoefeningen gedaan en heerlijke lunch samen deden we ook altijd. Auberge Espagnol. Dus iedereen nam iets lekkers mee. De een nam het voorgerecht mee, de ander het tussengerecht. De volgende het hoofdgerecht, de derde het toetje. De volgende iets voor bij de koffie, dus iedereen nam iets mee. En we aten altijd heerlijk. Dus iedereen gaat weg, het is zomer. We zien elkaar soms op een avondmarkt of zo, maar vaak 2 maanden niet. En in september begon de schrijfdag weer. En we delen met elkaar, hoe was de zomer? En wat zeggen die mensen? We hebben het gedaan. We hebben deze Indonesische mensen. We hebben gedaan wat we opgeschreven hadden. En het is gelukt. En iedereen vond het goed. Iedereen vond het leuk. En iedereen vond het normaal. En het was zo bijzonder. En we hebben daardoor een hele leuke zomer gehad. Nou, dat kan dus ook. Dat gebeurt dus ook in de schrijfcursus, zulke dingen. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Goed, dus dat is 1 plan. Ik ga een schrijfcursus. Ik zal jullie op de hoogte houden. En de andere is een inspiratieweek waarin... En ik heb aan de mensen gevraagd, vinden jullie dit nou fijn? Ze komen op maandag en ze gaan op vrijdag weer terug. Het lijkt mij heel kort. Een aantal mensen zeiden, ja, dat is wel heel fijn. Dat is een soort snelkookpanweek. Dat is precies goed. Ik zei, maar stel dat ik nou een week zou organiseren die echt 7 dagen is. Je komt op zaterdag aan en je gaat op zaterdag weer weg. Om maar iets te noemen, of op vrijdag en vrijdag. En dan zou ik natuurlijk ook bijvoorbeeld 2 dagen erin lassen waarin je iets leuks gaat doen met elkaar. Er zijn prachtige stadjes hier, er zijn mooie kastelen. En in bijvoorbeeld de schrijfweek kun je zo'n locatie gebruiken als inspiratiebron voor een schrijfoefening. Maar in een inspiratieweek kun je daar ook allerlei prachtige dingen mee doen. Je kunt allerlei dingen organiseren. Bovendien, ik zou zeker met de groep een keer naar Montségur willen gaan. De plaats van de Kataren. Met natuurlijk wat lezing over de Kataren in die week. Of naar Rennes-le-Château, waar ook prachtige verhalen liggen. En dan met iemand die daar goed bekend is, die daar woont. Een tocht, een gids die je de bijzondere plaats laat zien van... die daar zijn en zulke soort dingen. Dat leek hen dus ook wel wat, want nu in deze korte week hadden ze dus niet de tijd om een stadje te bekijken. Zijn hier leuke stadjes, zeiden ze. Ik zei ja, wij wonen vlakbij een leuk stadje en er is er nog eentje vlakbij en daar en daar. En we zaten buiten, het was prachtig weer. En je keek door zo'n grote vallei en dan zag je zo Mont Flanquin, want het ligt op een heuveltop, zag je liggen. Wat is dat dan wat we zien? Ik zei, nou, dat is dus zo'n leuk stadje. Oh nee, daar kunnen we niet naartoe. Ik zei, nou ja, dat is dus de keuze. Hè, of je doet een snelkookpanweek, of je doet een week waarin ook iets in zit waarin je wat van de omgeving kan genieten. Je komt 1000 kilometer naar hier en dan zie je niks van de omgeving. Enfin, misschien moeten we voor elk wat wils doen. Een week, een korte week en een lange week, zodat iedereen kan kiezen wat hij wil. Goed, voor nu is dit denk ik even genoeg. Ik wilde nog 1 vraag beantwoorden over de psychiatrie. Iemand vroeg aan mij, de psychiatrie, wat is dat in het spirituele? Nou, er is een stuk natuurlijk van burn-out en overspannenheid. Dat heeft misschien niet zo direct met het spiritueel te maken, maar gewoon met hoe onze samenleving eisen stelt aan ons. En dat eigenlijk al begint vanaf de crash. Je gaat naar de crèche en vanaf dat moment worden er al eisen aan jou gesteld en word je al in een soort systeem gedrongen. Nou, en dat gaat maar door en het gaat maar door en het houdt nooit op. En mensen lopen op een bepaald moment vast. En je zou kunnen zeggen, dat is dan ook wel omdat hun ziel hen eigenlijk dwingt, hen eigenlijk in moeilijkheden brengt, zodat ze het pad van hun ziel zullen gaan lopen. Dus dat kan ook nog steeds wel spiritueel zijn. Maar als je het hebt over mensen die psychotisch zijn, en dat was de vraag, wat is psychose in het licht van spiritualiteit? Voor een groot deel van de mensen die psychotisch zijn, weet ik nu dat allemaal eigenlijk hele bijzondere zielen zijn, vaak oudere zielen, maar die hebben een heel erg open systeem. Die hebben dus eigenlijk voortdurend contact met andere zijden of met andere frequenties.
En kunnen daardoor contact hebben met andere entiteiten, met informatie uit andere tijden. En omdat daar nooit begeleiding op is, hè, tenzij je het echt al weet en het zoekt. En je, nu zijn er intussen heel veel mensen die je begeleiden als er zulke soort dingen gebeuren. Maar dat was eigenlijk vroeger niet, of je moest er al echt naar op zoek gaan. En als je naar de psychiatrie wendt, dan krijg je gewoon pillen en behandeling. En wordt ontkend dat dat iets te maken zou kunnen hebben met andere werelden of andere entiteiten of een leven na de dood of zo. Dat wordt allemaal ontkend. Het is ook zelfs zo, weet ik uit de tijd dat ik daar werkte, dat als een patiënt de euvele moed had om terwijl die daar opgenomen was naar een homeopaat te gaan of een alternatieve genezer, dan werd hij gewoon buiten gesmeten. Einde opname. Dus eigenlijk heel erg veel dwang. Goed, ik kan hier nog heel belovend vertellen, maar het antwoord wat ik geef is eigenlijk dat de meeste mensen eigenlijk heel erg spiritueel zijn, alleen onvoldoende tools hebben om daarmee om te gaan. En dat het overweldigt ze. Ze kunnen er niks mee, het beangstigt ze. En soms is het dat ook, soms is het ook beangstigend. En eigenlijk zou een groot deel van deze mensen hulp moeten hebben op dat vlak. Leren hoe je jezelf kunt beschermen tegen al die stemmen, want dat wil je niet altijd. En hoe je jezelf kan beschermen tegen allerlei andere dingen. En hoe je jezelf een beetje controle krijgt over wat je wel en niet binnenlaat, wat je wel en niet wil ontvangen. En dat kan natuurlijk niet altijd, maar in heel veel gevallen zou dat wel kunnen. Dus ik hoop dat dat een voldoende antwoord is voor nu. Misschien roept dat weer nieuwe vragen op. Dan zien we dat. Oké, lieve mensen, het is al 41 minuten. Ik zal morgen of overmorgen maken weer een nieuwe talk, ga ik verder. Ik moet over Anunnaki nog een aantal dingen lezen, want ik kreeg allerlei dingen toegestuurd. En ik lees wel de boeken van die Zacharia Sitchin, maar ik lees eigenlijk alles. Want ik vind dat je ook mensen die misschien beïnvloed zijn door de CABAL en zo, dat je die ook moet lezen. Je moet je niet alleen maar van één kant informeren. Ik probeer zo breed mogelijk. En ik lees altijd met een hele kritische blik. En ik lees met mijn hart. En als iets niet klopt, dan voel ik dat. Dus ik lees het ook. En ik zal die dingen vertellen die voor mij waar voelen. Maar wat mijn boodschap aan jullie blijft, geloof mij niet op mijn woord, ga zelf voelen. Ga zelf voelen. Dat is wat ik gisteren ook heb gezegd tegen al die mensen daarvan. Het is echt de bedoeling voor jullie ook dat je zelf leert om te voelen wat er met jou gebeurt als je informatie tot je neemt. Wat dat ook is, of het nou van de televisie is, over gisteren bijvoorbeeld, hè, de dag waarop iemand zijn verjaardag werd gevierd. Of een praatprogramma waarin een oud iemand die heel veel podium heeft gekregen, eigenlijk hele denigrerende, kwetsende dingen zegt over vrouwen. En zulke soort dingen. Het is allemaal aan jou wat je binnenlaat. En waar je waarde aan hecht, waar je geloof aan hecht, wat je voelt dat klopt of niet klopt. Eigenlijk is dat de uitdaging die we nu op dit moment allemaal hebben. Want we krijgen allemaal die capaciteiten, krijgen we. Maar we moeten er wel iets voor doen. Het komt niet op een bordje aangeleverd. Je moet er wel iets voor doen. Je moet als het ware wel je eigen antennes voeden. Je eigen antennes versterken, bevestigen en ermee werken. En erop leren vertrouwen. Leren vertrouwen dat wat je hier voelt, hè, dus je hart, de verbinding met je ziel en je zonnevlechtchakra, waar je chi zit, de levenskracht, de wilskracht, die combinatie, wat je daar voelt, niet, ik bedoel niet je onderbuikgevoel. Dat kan wel een signaal zijn, maar dat is vaak, onderbuikgevoel is vaak emotie. Ook heel waardevol, maar dat is niet hetzelfde als wat ik bedoel. Ik bedoel dat gevoel waarmee je beslissingen neemt, waarvan je zeker weet dat je daar nooit spijt van krijgt. Dat gevoel. Onderbuikgevoel is niet pluisgevoel. Ook heel belangrijk. Dat is een startpunt. En daarna ga je met het andere deel voelen of het echt klopt of niet klopt en wat je ermee wil. Goed, lieve mensen. Ik dank jullie voor al jullie reacties. Ik dank jullie voor het delen. Ik dank jullie voor
Al jullie goede wensen. Mijn stem is nog niet helemaal terug. Iemand zei, je hebt een sexy stem. Mijn liefje vindt dat helemaal niet. Dus ik hoop dat hij weer snel mijn oude stem is. Maar ik ben grotendeels beter. Het gaat goed. Mijn geur en smaak zijn ook voor een groot gedeelte weer terug. Nog niet helemaal. En ik neem daar af en toe nog steeds de olie voor. Dan mag je een druppeltje onder je tong doen. En ik kan hem nu weer helemaal ruiken. Mensen die de olie nog willen bestellen, die moeten een... Ik zal mijn e-mailadres dit keer bij de ondertiteling zetten. Ik wens jullie een hele fijne dag nog. En geniet van alles wat op je pad komt. En zie vooral het mooie in alles. En voed de positieve dingen. En dat wil niet zeggen dat je je licht niet mag laten schijnen op donkere plaatsen. Maar geef daar geen voeding aan. Laat wel je licht schijnen. Geef voeding aan de positieve tijdlijnen. Heel veel liefs en tot de volgende. Oké.